Het regionaal ziekenhuis Wanica gaat zich nu ook richten op andere zorg dan alleen COVID-zorg. Directeur Jason van Genderen zegt dat het ziekenhuis zich nu gaat concentreren op zorg voor niet-overdraagbare ziekten. Van Genderen zegt dat het ziekenhuis na 2 jaren zich gaat focussen op zorg die veel gevraagd is in de regio. In de afgelopen 2 jaren heeft het regionaal ziekenhuis Wanica een voorname rol vervuld in het aanbieden van COVID-zorg. Nu zal er een uitbreiding plaatsvinden waar ook andere disciplines aan bod zullen komen. En daarnaast de basisdisciplines van interne geneeskunde, pediatrie, chirurgie, orthopedie, zodat de mensen van de buurt ook voor de basisbehandelingen hier terecht kunnen. Toch? Het is niet zomaar op papier gezet. Er is onderzoek gedaan naar de bevolkingsdichtheid van het district Wanica. En op basis daarvan heeft het ministerie een masterplan gemaakt voor heel Suriname natuurlijk. En dat gedeelte, daarin zal het regionaal ziekenhuis Wanica dus op in gaan spelen. Van Genderen geeft aan dat COVID-patiënten nog steeds in RZW worden behandeld. Terugkijkend op de piek van het virus, zegt hij dat de zorgsector zulke momenten nooit meer wil meemaken. Dat zal echter bepaald worden door de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Van Genderen zegt dat het personeel zich de afgelopen 2 jaren goed heeft kunnen weren tegen het COVID-19-virus. Er zijn geen enkele personeelsleden overleden aan het COVID-virus en ook niet om een of andere redenen. We mogen ook aangeven dat er op de werkvloer ook de afgelopen 2 jaar geen besmetting heeft plaatsgevonden. En dat hebben we mede te danken door de heel goede protocollen, beschermingsprotocollen, behandelprotocollen, die de specialisten hebben geschreven voor het zorgpersoneel. De afdelingen werden dusdanig ingericht. Er werden groene zones en rode zones. De groene zone is waar je zonder PPE kan rondlopen. De rode zone is waar je verplicht met PPE naar binnen moet zijn. Het behandelen van de patiënten. Dus dat hebben we te danken aan de specialisten en de artsen die de protocollen hebben uitgeschreven. Het volledige interview met de directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica kunt u morgen zien in het programma In Gesprek Met.